In de Paramaribo Zoo is vanmorgen het Verepai Waterpark in gebruik genomen. Deze attractie is een schenking van het bureau van de First Lady. John Altenberg, directeur van de Paramaribo Zoo, zegt dat de staf en het personeel vol lof zijn over het project dat vandaag is opgeleverd. Altenberg is blij met het waterpark omdat het in de verjaardagsmaand van de dierentuin in gebruik is genomen. 28 mei bestaat de dierentuin 54 jaar. Dus geen 54 dagen. Dus met alle ups en downs mag ik zeggen dat de Paramaribo Zoo voor de samenleving toch wel een uitkomst is. In vele landen weten we dat er heel veel geweldige dierentuinen zijn. Met geweldige dieren, olifanten, giraffen, leeuwen, noem maar op. Maar deze zoo is opgericht met de bedoeling om onze samenleving, vooral onze jongeren, kennis te laten maken met de dieren die in Suriname wonen. Zodat we meer respect en meer waardering voor ze kunnen opbrengen. Het is natuurlijk leuk om ook dieren van buiten in de zoo te hebben. Maar dat zijn vaak dieren die heel kostbaar zijn in onderhoud. Vijay Durgamisir van OWTNC gaf aan dat het project technisch is opgeleverd en dat gezorgd zal worden voor 3 maanden onderhoud. First Lady Ingrid Waldring-Bouterse zegt dat zij heeft nagedacht hoe zij de Paramaribo Zoo kan helpen om meer fondsen te kunnen genereren. We dachten, als we hier een zwembad hebben, dan gaan we veel kinderen hier krijgen en natuurlijk ook de ouders. En dan kunnen we natuurlijk veel meer geld genereren voor Paramaribo Zoo. Want Paramaribo Zoo heeft het moeilijk gehad. En dat komt natuurlijk een deels door de crisis wereldwijd. Marktprijs van brandstof en goud is gedropt. En natuurlijk wij als een land in ontwikkeling voelen het direct. Dus subsidies werden verminderd of helemaal stopgezet. Maar natuurlijk, de dieren moeten blijven eten. De verzorging, de mensen hier moeten betaald worden. Dus hebben wij naar mogelijkheden gezocht. Aldus First Lady Ingrid Bouterse Waldring bij de opening van het Verepai Waterpark in de Paramaribo Zoo. Het park is geschonken door het bureau van de First Lady.